Op woensdag werd Marco Borsato vastgelegd tijdens een warm familiemoment. Zijn dochter Yada deelde deze gezellige beelden op haar sociale media. Mini pizza's maken, schreef Yada bij een vrolijke video in haar Instagram stories. In de video zijn talloze bakjes op het aanrecht te zien en iedereen is druk bezig met het creëren van hun eigen pizza, inclusief vader Marco. Yada vermeldt in de video ook dat haar broers, Luca en Senna en oma Mary aanwezig zijn. Op de achtergrond speelt sfeervolle Italiaanse muziek, wat bijdraagt aan de gezellige ambiance. Eerder dit jaar informeerden Marco's advocaten Geert-Jan en Kerry Knoops, Show News dat ze verwachten dat de strafzaak tegen de zanger pas volgend jaar zal plaatsvinden. Hoewel Marco het lastig vindt dat het proces zoveel tijd in beslag neemt, heeft hij volgens Knoops laten weten dat hij de voorkeur geeft aan een grondig en zorgvuldig onderzoek, zelfs als dat betekent dat hij langer moet wachten.